Barry van Peer, nou, je Dutch Open succes, twee succesjes op de Eurotour. Eentje is nog bezig hier in Leeuwarden. Hoe is het nu met je eigenlijk? Ja, het gaat zeer goed. Na de Dutch Open misschien een klein inkakmomentje gehad, maar daarna gewoon weer vol doorgegaan. En we hopen het om vandaag weer door te trekken. Ja, want je staat nu weer op de Eurotour. Vorige keer was het vrij succesvol. Komt dat omdat je de spanning van de tourkaart nu niet hebt? Je kan vrij uitspelen, je hoeft niet je tourkaart na 2 jaar terug te halen. Speel dat mee? Natuurlijk speelt al een klein beetje mee. Toen ik mijn tourkaart verloor, ja, natuurlijk verschrikkelijk. Q-School net aan niet. Ja, dan gaat er toch dingen door je hoofd van, ja, wat ga ik nu doen? Dan moet je de Challenge Tour spelen. Natuurlijk wil je dat liever niet. Maar ik denk toch dat het wel een last van mijn schouders af is. Dat ik denk van, nu kan ik eigenlijk nog meer dachten dan hiervoor. Dus als ik een goede vorm heb, kan ik hem doorzetten. En dan zien we nu de resultaten van. Was de Dutch Open titel een soort bevrijding? Van, ik zie je wel, ik kan het wel zonder tourkaart. Ja, op zich wel. Natuurlijk is dat, ja, het was een beetje onverwachts natuurlijk. Mijn eerste WDF toernooi in jaren tijd eigenlijk. En die won ik gelijk en de grootste die er is. Ja, het was een bevrijding en natuurlijk voor mij ook een bevestiging van, luister, je staat goed te gooien. Je kunt van iedereen winnen. Dus vanaf hier moet je gewoon gaan zien. Gewoon vanaf hier gaan zien. Je zal eigenlijk in Denemarken zijn nu. Wil je meer WDF gaan spelen om je te richten op het eventuele leegje van 2024? 2024 ben ik al voor geplaatst. Dus dat is top. Daar hoef ik niks voor te doen eigenlijk. Alleen voor dit jaar ben ik reserve en ik sta momenteel de laatste plaats daarvoor. Dus eigenlijk moet ik mijn puntjes sprokkelen. Wat eigenlijk de bedoeling was dit weekend, maar omdat ik de qualifier won en mijn eerste wedstrijd won, is het niet doorgegaan. Alleen ik ben wel van plan om bijvoorbeeld in België te toernooien en in Open Zweden bijvoorbeeld, dat soort toernooitjes, die kan ik wel meepikken. En dan gaan we daar maar voor de punten. En dan? Q-School 2024? Nou, ik hoop het eigenlijk niet. Als ik de Challenge Tour gewoon de top 2 haal, dan hoef ik helemaal niet de Q-School, dat is voor mij eigenlijk mijn doel. Of misschien top 64 van de wereld, maar daar zullen we maar niet over praten. Opluchting dat het op de Challenge Tour meteen een beetje begon te lopen? Ja, alleen ja, net na de Dutch Open was natuurlijk gelijk het eerste Challenge Tour weekend. En toen had ik één keer in de halve finale, was ik een beetje geïrriteerd dat ik hem niet had gewonnen. Maar ja, het weekend daarna had ik heel veel zin in en ik voel me echt goed. En ik kon gelijk het eerste toernooi, dus dat natuurlijk, ja, maak gelijk stappen op de ranking en dat... Zorg ervoor dat ik Pro Tour mee mag spelen en dat doe ik heel goed. Dus ja, dan hopelijk zetten we de trend door en dan kunnen we heel zwaar allebei gooien. Laatste vraag. Verwachting voor vanavond? Thuispubliek? Het thuispubliek is natuurlijk fantastisch. Ja, ik heb net al een beetje in de zaal een beetje gekeken bij Danny en bij anderen. En toch is dat echt gewoon gruwelijk vet om voor je eigen publiek te staan. Verwachtingen, ja, ik heb het de vorige 2 keer van verloren net aan. Dus 3 keer scheepsrecht zullen we zeggen, toch? We gaan ervoor. Ga ervoor, Barry. Succes vanavond. Dankjewel.